Zo'n 25% van de Nederlandse huishoudens heeft een te hoge luchtvochtigheid. Dus de kans dat jouw huis te vochtig is, is ook zeer aanwezig. Maar hoe komt dit eigenlijk en wat is de oplossing? Daar kom ik nu achter. Ik denk het niet, omdat energie heeft niks te maken met vocht, denk ik. Het huis moet toch opwarmen, dus het vocht moet eerst het huis uit. Dus dat kost meer energie. Als je een vochtig huis hebt, betekent dat de isolatiewaarde een beetje laag is. Dus dan verlies je veel warmte. En ik denk dat je daardoor problemen krijgt met je energierekening. En dat is niet goed voor het milieu. Hoi Aukje. Hey Gijs. Gijs, 25% van de Nederlandse huishoudens heeft een te hoge luchtvochtigheid. Dat vind ik behoorlijk veel. Nou, we hebben lekker thee staan en er komt ook vocht van af. Ja. Maar hoe komt nou nog meer vocht in je huis? Nou, je produceert als mens produceer je 4 liter vocht per dag. Dat is echt fors. Je zweet, je beweegt, je ademt. Er komt vocht binnen uit ruimtes. Als je bijvoorbeeld niet goed ventileert, komt er vocht binnen. Condens op de ramen, koken, douchen met een deur open, komt vocht binnen. Ja, dat is allemaal momenten dat er vocht in een huis is of binnenkomt. Wat is nou de normale luchtvochtigheid in huis? Daar hebben we hygrometers voor. Een klein apparaatje die de luchtvochtigheid meet. Gemiddeld tussen de 45 en de 55% is standaard voor een normaal huis. Zit je daarboven, heb je dus te veel vocht in huis. Zit je eronder, moet je vocht toevoegen. Nou, probeer jij vocht te verdrijven op een makkelijke manier. Maar hoe weet je nou dat je te veel vocht in huis hebt? Nou, dat kun je herkennen aan condens op de ramen bijvoorbeeld. Veel mensen hebben daar wel last van. Beestjes, pissebedden in je huis bijvoorbeeld, dat is wel heel ernstig natuurlijk. Behang wat los kan laten, schimmelplekken in de muren, op de muren. Dat is wel, als je dat hebt, dan is het wel ernstig. Heb je wel te veel vocht in je huis, ja. Ja, dat snap ik. Maar dan nu de hamvraag, wat doe je er tegen? Vochtvreden is absoluut, maar zeker ook door goed te ventileren. Daar begint het eigenlijk bij. Dus voorkomen is eigenlijk beter dan genezen. Dus je ramen tijdig openzetten. Als je doucht, houd de deur dicht. Ja, daar komt gewoon vocht eigenlijk anders je huis in. Als je kookt, doe het onder een afzuigkap. En heb je wel te veel vocht in huis. Dus zit je boven die 55%, gebruik dan een vochtvreter om het overtollig vocht te reduceren. Je hebt natuurlijk ook vochtvreters in boten en caravans staan. En kelders, dat zijn de meest logische plekken, toch? Ja, je hebt eigenlijk verschillende manieren, verschillende plekken waar je een vochtvreter kunt gebruiken. In kleine ruimtes, denk aan een kledingkast, slaapkamers, woonkamers. Maar zeker ook waar veel mensen het voor gebruiken zijn boten en caravans en kelders. Als een caravan langere tijd natuurlijk ergens wordt weggezet, zodat je muffe geurtjes, schimmelplekken op kussens, gordijnen bijvoorbeeld kunt voorkomen in de caravan. Dus dat je dan een vochtvreter... 1, 2, soms de meeste mensen gebruiken er meerdere. Dus vandaar dat mensen er dan meerdere inzetten, want dan kan die er wel weer een jaar tegenaan. Absoluut. Waar moet je eigenlijk zo'n vochtvreter neerzetten? Is dat in het midden van de kamer, in een hoekje, ergens onder? Wat is de beste plek? Het hangt echt puur van je ruimte af. Als je een vochtvreter wil plaatsen in een woonruimte of woonkamer bijvoorbeeld, dan zijn er vochtvreters die hebben wat meer design. Dus die kun je echt meer in het zicht plaatsen. Kleinere vochtvreters kun je plaatsen in een kledingkast bijvoorbeeld of op een toilet. Je kan ze ook op een slaapkamer plaatsen. Je kan ze plaatsen in een sporttas. We hebben ook vochtvreters die zijn geschikt om in een sporttas te doen of in verhuisdozen. Om te zorgen dat je spullen goed blijven. Dat zijn kleine afgesloten zakjes. Maar een slaapkamer, hè? Als je nou zo'n vochtvreter onder je bed zet, is dat niet slecht voor je? Nee, want vochtvreters werken eigenlijk zo dat het zout wat erin zit, de korrels eigenlijk, dat is calciumchloride. Dat wordt omgezet in water. Maar er komen geen giftige dampen of andere stoffen of gassen vanaf. Dus die kun je prima gewoon onder het bed plaatsen. Is vocht eigenlijk slecht voor je gezondheid? Absoluut. Te veel aan vocht in een huis, in een woonkamer, in een bepaalde ruimte kan zorgen voor allergische reacties, eczeem zelfs. Oh ja. Dus het kan echt nadelige gevolgen hebben voor je gezondheid, absoluut. Ja. En dat vocht, kost dat ook meer energie, dus eigenlijk meer geld? Ook, want als je te veel vocht in huis hebt, dat betekent dat je je verwarming hoger moet gaan zetten. Betekent het eigenlijk dus meer stookkosten en zorgt voor een hogere energierekening. Dus je kunt dat soort dingen beter voorkomen door tijdig te ventileren of vochtvreters te gebruiken om je energierekening zo laag mogelijk te houden. Hé
Het is dus een feit dat een vochtig huis meer energie kost. En daarnaast willen wij schimmels en ongedierte ook niet in huis hebben. Dus zorg ervoor dat je huis goed ventileert en dat de luchtvochtigheid in je huis op peil blijft.